Wil jij dat jouw post goed scoort op Instagram? In deze video laat ik je stap voor stap zien hoe je een goede Instagram post maakt. Open je Instagram app en tik hier rechts bovenin op het plus-icoontje en selecteer bericht. Je komt dan uit in jouw galerij en kunt hier een afbeelding of video selecteren. Of je kunt via het camera-icoontje direct live een foto of video maken. Video's zijn de laatste tijd steeds populairder geworden op Instagram, dus goed om hiermee te variëren. Als je meerdere afbeeldingen wilt toevoegen aan één post, kun je hier klikken om een carouselpost te maken. Als je de afbeelding of video hebt gekozen, klik je op volgende. Bij een afbeelding kun je hier eventueel een filter kiezen en je afbeelding bewerken, zoals het aanpassen van de helderheid, het contrast of een van deze andere opties. Bij een video kun je ook een filter selecteren, het geluid dempen, de video inkorten en een omslagafbeelding kiezen. Als je tevreden bent met het uiteindelijke beeld, klik je op volgende. In deze laatste stap kun je een bijschrift toevoegen met relevante hashtags en vermeld relevante gebruikers door een apenstaartje gevolgd door hun gebruikersnaam. Dus bijvoorbeeld @zwartskofpro_nl. Om geen overvloed aan hashtags te krijgen bij je bericht, kun je er ook voor kiezen om deze in je alt-tekst te zetten. Dit doe je via geavanceerde instellingen, alternatieve tekst. Deze hashtags zijn niet zichtbaar bij je bericht, maar hierop word je wel gevonden binnen Instagram. Je kunt hier verder ook nog personen taggen, een herinnering toevoegen, als je bijvoorbeeld iets over een event post, en eventueel een locatie toevoegen. Als je klaar bent, klik je op delen en zal je bericht verschijnen in de tijdlijn en op je feed. Als je deze stappen volgt, heb je de basis voor het plaatsen van een goede Instagram post.